terugkijken naar 2015 geeft in eerste instantie een voldaan gevoel. Voldaan, daarmee bedoel ik dat ik tijd heb gehad om alle mensen te bezoeken. Zowel in het uitzendgebied als hier in Nederland. Ik denk dat ik naar iedereen goed heb geluisterd. En hetgeen wat zij mij vertelde, uiteindelijk met de top van Defensie heb kunnen bespreken. Om uiteindelijk ook dingen in beweging en in gang te zetten. Het mooie van mijn werk als inspecteur. Dat ik bijna dagelijks de eenheden bezoek van Defensie in binnenland en buitenland. Vorig jaar zelfs in het inzetgebied geweest in Mali. Kom ik dagelijks mensen tegen die zeer gemotiveerd aan de slag gaan. Als we bij die eenheden op bezoek gaan, dat doe ik samen met de stafofficier. De stafofficier die maakt van tevoren de afspraken. Die maakt het programma. Het programma moet in evenwicht zijn, dat ik evenveel tijd heb met de commandant te spreken, maar ook met de mensen die daar werken. En daar zijn gradaties in. Het gaat over jonge mensen, het gaat over wat oudere collega's. Het gaat over officieren, onderofficieren, burgermedewerkers. Het gaat over de medezeggenschapscommissie, een sociaal-medisch team, vertrouwenspersonen. Al die verschillende beroepsgroepen binnen een eenheid, die krijgen allemaal evenveel aandacht. Zo zijn er bijvoorbeeld commandanten die na jarenlang bezuinigen niet meer de bevoegdheden voelen die eigenlijk bij hun verantwoordelijkheden horen. Commandanten die verantwoordelijk zijn voor een grote eenheid, die verantwoordelijk zijn voor de huisvesting bijvoorbeeld van zo'n eenheid en die soms vastlopen als het gaat over de ondersteuning die daarbij nodig is. Of commandanten die voor hun personeel het allerbeste voor hebben, die ze een opleiding gunnen, die ze willen overplaatsen naar een andere eenheid, maar dat niet meer alleen kunnen beslissen. En dat is eigenlijk iets waar we de afgelopen jaren al eens vaker naar gekeken hebben. We hebben daar zelfs binnen het instituut een studie voor uitgevoerd. En die zullen we dit jaar in 2016 een vervolg geven. En daarbij moet u denken dat we op zoek gaan naar de juiste bevoegdheden die bij een commandant hoort. Zo hebben we eind 14, dat heeft in 15 een vervolg gekregen, een jonge man gesproken die moeite had om een hypotheek te krijgen. Omdat zijn contract de verzekeringsadviseur niet veel zei. We hebben daar typische defensietermen voor natuurlijk, die onbekend zijn buiten defensie. En toen dacht ik van ja, hoe kan ik dat nou veranderen? Toen heb ik verzekeringsmaatschappijen en banken uitgenodigd op de Zwaluwberg om met hun hierover te spreken. Dan is het erg leuk om te zien dat je maanden later een reactie terugkrijgt dat er ook iets beweegt op dat gebied. Anderzijds hadden we ook met ziektekostenverzekeraars een meeting om te praten over de specifieke gezondheidszorg voor veteranen. Zelfs wettelijk geregeld, de zorg voor veteranen. En daar zitten elementen in die niet voor iedereen bekend zijn. En om daar ook verzekeringsmaatschappijen van te overtuigen, nodig ze uit, praten we hierover. Om te kijken wat zij eraan kunnen doen. Een ander aspect wat in 2015 opvalt, is de aandacht voor veteranen. Jong en oud. Erg leuk om op de Zwaluwberg op regelmatige basis elke 2 maanden een grote groep jonge veteranen uit te nodigen om te kijken wat hun beweegt. En je ziet dan ook dat de veteraan wat meer in de aandacht staat in Nederland op dit moment. Erkenning en waardering, waar al vele jaren aan wordt gewerkt, heeft in 2015 weer een volgende stap gezet. Erkenning en waardering voor de oude veteraan, soms heel aandoenlijk ook, maar ook de jongere veteraan. Mensen die net uit de inzetgebieden naar huis toe komen. Ook zien we dat voor veteranen op dit moment vele mogelijkheden zijn om bij te wonen als het gaat om herdenken, als het gaat om beleven, als het gaat om de collega's ontmoeten uit diezelfde tijd. Steeds meer aandacht ervoor. De veteraanontmoetingscentra, de burgemeesters die zich na 12 jaar Nationale Veteranendag inmiddels meer dan 300 gemeenten zich inzetten voor een regionale veteranendag. En dat is mooi om te zien. Dit jaar zelfs, in 2016, en daar hebben we 2015 de basis voor gelegd, zullen ook bedrijven opstaan om een bedrijfsmatige veteranendag te organiseren. Super is dat om te zien. Het gaat over dossier reservisten. Dan zien we dat we in 2015 eigenlijk een stap terug hebben moeten doen. We zien dat door de financiële ontwikkelingen de landmacht verplicht was om de activiteiten rond reservisten een halt toe te roepen. En dat is zonde. Waarom? Omdat reservisten vaak de brug vormen tussen defensie en de samenleving en tussen defensie en werkgevers. Daar zullen we dit jaar hard aan moeten werken om dat vertrouwen weer terug te winnen. Pratend over vertrouwen merk je dat bij veel medewerkers na de grootste reorganisatie ooit in 2011 het zelfvertrouwen weer wat aan het toenemen is. Dat is anders dan het vertrouwen in defensie of het vertrouwen in de politiek. Dat is echt het vertrouwen in zichzelf. Het vertrouwen in de directe omgeving, in de werkplek.
en de ontwikkelingen die de mensen zelf door kunnen maken. Dat is langzaam aan het stijgen. Maar goed, we weten ook natuurlijk dat er nog steeds bedreigingen zijn. En ook dit jaar zullen we die het hoofd moeten bieden. Bedreigingen waar Defensie klaar voor moet staan, maar ook bedreigingen als het gaat over de nodige aanpassingen. Ook dit jaar zal hier en daar de broekriem aangehaald moeten worden. En ik maak me daar wel wat zorgen om wat dat doet met al ons personeel. En waarom zeg ik dat zo stellig? Omdat we ook vorig jaar, in 2015, weer meer dan 400 individuele bemiddelingszaken hebben binnengekregen. Een van de belangrijkste taken als inspecteur is om te zoeken naar een bemiddelingsresultaat als ergens een van onze medewerkers actief dienend of niet meer actief dienend uiteindelijk ergens paak loopt of vastloopt in de organisatie. Dan is het zaak dat wij ook als inspectie daarvoor klaarstaan en dat we ons best doen om een bemiddelingsresultaat te bereiken. Zo'n 87% gemiddeld gesproken bereiken we ook een positief resultaat. Maar we zien dat een tendens ontstaat dat de bemiddelingsresultaten zich focussen op functietoewijzing, op goed werkgeverschap, op een plekje in de herberg eigenlijk. Daar maken we ons nog wel wat zorgen om, ook in 2016. Ik hoop met het doorlezen van het jaarverslag 2015 dat u veel plezier beleeft, maar dat u ook met name natuurlijk zoekt naar die woorden die u het meest raken, die u het meest aanspreken, zodat u uw beste beentje weer voorzet natuurlijk voor de mannen en vrouwen bij Defensie. Dank u wel.